Hallo mensen van Gamesuit Gamers, welkom bij een nieuwe wedstrijd. Vandaag gaan we kijken naar Nederland tegen Spanje. Het is een vriendschappelijk duel hier in de Amsterdam Arena. Het is geen makkelijke wedstrijd die we gaan spelen. Maar ik denk wel dat wij een kans gaan hebben als Nederland. Want we hebben natuurlijk niet het minste team. En ja, het is gewoon leuk en het gaat er weer op spannen wat we allemaal kunnen gaan doen. De koning is Spanje. Oké, we gaan lekker beginnen. Games in Afvalaai hebben we afgetrapt. En dan hebben we hier Leroy Ver. Verre naar Wijnaldum. Wijnaldum zoekt. En ja, de eerste kans is daar dan voor Games. Die kan daar controleren. En ja, Promes. En uithalen. En die gaat net naast. Grote kans alweer voor Nederland binnen 5 minuten. Spanje liet zich daar achterin een beetje wegspelen. Had ik het gevoel. Maar dat moeten ze niet gaan doen. Jammaat, De Jong. Eigenlijk Nederland direct oppermachtig van start gegaan. Oké, en dan... Ja, dan moet hij wachten. Dan moet Games wachten. Ja, en dan is Sergio Ramos natuurlijk de meest ervaren. Is een hele sterke, ervaren verdediger. Voor Spanje gelukkig. Want anders kan je het hier nog wel eens heel moeilijk krijgen. Mata moet eigenlijk ook ervaren zijn. Maar dat is hij ook niet. Piqué. Ook goed. Gerard Piqué. Ook goed. Barcelona verdediger. Ja. Sergio Ramos. Brazilië. Real Madrid. Oké. Hier die bal. Gaat er overheen. En ja. Is geen buitenspel, man. Oké, nou ja, we gaan kijken naar kwartier gespeeld. Nog steeds de stand 0-0 eigenlijk. Alleen de eerste 5 minuten nog grote kansen en een leuke wedstrijd nog eigenlijk. Maar misschien dat we in het tweede kwartier wat meer kansen gaan zien. En die is daar ook. Michel Form pakt het daar goed op de inzet van... ik weet zo even niet meer wie daar schoot. Maar het was in ieder geval van Spanje. Dat is wel logisch, want Nederland schiet niet op een eigen goal. Kapel. Rodrigo. Leroy Ver. Oké, en dan... Nee, Ver speelt hem ook niet af. En ja, uiteindelijk toch. Nee, Casillas daar met de eerste balcontact. Het is toch een leuke wedstrijd. Het gaat snel heen en weer. De Vrij, direct. Direct, De Vrij. Games direct weg. Games direct weg. Kapt, als hij daar goed kapt, dan kan hij hem erin leggen. Nee, dat doet hij niet. Hij gaat te ver naast. Helaas. Wel weer Games goed zijn acties maken. Maar het is natuurlijk niet een amateurploegje zoals uit de Eredivisie een beetje. Of nou de kleinere clubs uit de Bundesliga. Nee, het is gewoon wel fucking Spanje. Maar goed, we gaan verder kijken. Rodrigo, Vlaar zit daar tussen. Rodrigo krijgt er weer. Vlaar. Promes. Quincy Promes. FC Twente zit er ook. Hij speelt nog bij Twente. Promes. Gabe, zie je met de voorzet. Leroy Ver. Daar is dan niet het doelpunt. Voor Nederland. Weer een grote kans. Maar dit keer gaat hij er ook niet in. En dan gaan we hier kijken naar Games. Games gaat kappen, gaat draaien, gaat alles doen. Gaat er ook niet in, want hij wordt daar geblokt. Dus zet je Ramos en Piqué. Heel jammer is dit wel. Natuurlijk, want Nederland voetbalt niet slecht. Het speelt eigenlijk heel goed. Maar goed, we gaan kijken. Afvalaai. Speelt hem naar Promes. Alleen Promes kan er niet bij. Promes in tweede instantie wel. En daar dan de eerste paas van Promes richting Games. En Games. Iemand anders. Casillas pakt hem dan.
leuke wedstrijd om naar te kijken. En we gaan ook zeker, zeker hopen dat we meer te zien krijgen. Oké, even kijken. Wat de hel gebeurt hier allemaal? Casillas raadt in één keer die bal op. Vlak voor rust trouwens. Want het is alweer nog 2 minuten blessuretijd. En dan is die alweer afgelopen de eerste helft. Holy shit. Dit gaat echt fucking snel. En nee, Piqué zit er daartussen. En dan is de eerste helft afgelopen. Jammer. Nederland moet beter gaan spelen als ze hier wat willen bereiken. En we gaan natuurlijk direct verder naar de tweede helft. Want we willen natuurlijk meer kansen zien. Rodrigo gaat aftrappen samen met Koke. Fabregas, ga eens, leef het in. Games zit daar direct goed tussen. Games, wat ga je doen? Je gaat op avontuur. Games op avontuur tegen de Spaanse defensie. Nee, Piqué kan hem dan uiteindelijk oppakken. En die gaat verder voor Rodrigo, Wijnaldum. Leroy, ver. En dan houdt ver hier de bal. Games, die moet zich terugdringen. En die krijgt er dan in tweede instantie. En die schiet recht op Casillas. En even kijken. En ja, Games, hou binnen. Nee, kan je net niet belopen. Helaas, doeltrap voor Iker Casillas voor Spanje. Spanje gaat dan de uittrap gaan nemen. En als het zover is, richting Rodrigo. In elk geval, dat probeert hij. Maar Vla zit er dan al gauw tussen. Oké. De Jong. Nee, Piqué. Net niet naar Games. En een heerlijke wedstrijd toch. De Vrij. Mata, die is niet in bloedvorm. Maar heel Spanje eigenlijk nog niet. Want het voetbalt een beetje zo van... Ah, het wil allemaal wel. Maar het voetballen bij Nederland is ook nog niet optimaal trouwens. En ja, Games. Je maakt hem! Ja! 60ste minuut. Games. Zet Nederland in de arena op 1-0. Wat een doelpunt voor Games. Heerlijk doelpunt. We gaan kijken naar of Spanje nou terug kan komen. En weer Fabregas daar met moeite en met Games. En Games die hier alweer, Jozef zo, die daar nu weggaat. En dan is het hier Games. Met het, nee, niet de tweede. Op de paal. Helaas. Maar helaas gaat hij er niet in. Oh, Games, ja. Als jij mag gaan lopen. Jufran. Ik ga er dan onderuit. Oké, zet je Ramos. Als jij nu naast je legt. Afvalai. Goed gedaan, Afvalai. Wat hier. Hier krijg je hem. Afvalai. Schiet hem maar binnen. Nee, schiet hij niet. Wat een prachtig schot. Voor, inderdaad, voor Nederland. Weer lekker gespeeld. Ook van Games, die natuurlijk in de wedstrijd begint te komen. Oké. Afvalai. Dan is hier Games, ja. Als de Jong eigenlijk alles opengooit. En dan is daar de 2-0 voor Nederland. Games in de 73ste minuut met zijn tweede alweer voor Oranje. Nederland mag steeds meer gaan voetballen. Hij mag steeds meer gaan spelen. Volgens mij ook bij het Nederlands elftal. Want als je zo beslissend bent. Je hoeft helemaal niet. Hij hoeft niet eens het beste spel te vertonen. Of hij. Want ik vond helemaal niet dat hij zo goed was. En dan gaat hij een keer van een beste afstand uithalen. Casillas ziet hem dan gelukkig overgaan, denk ik, voor Iker. Want anders werd het een hele, hele moeilijke tijd voor Spanje. Want dit zijn ook... Nederland niet wereldkampioen, maar Spanje ook niet. Dus ja, we gaan moeten gewoon afwachten. Maar wel, Nederland wil wel naar het EK en het EK weer een keer winnen. Dus... Ik hoop het beste dan voor dit team. We gaan kijken. Alles gaat goed. Nee, jawel. Mata die krijgt het daarvoor.
Oké. Nou moet je opletten. Nou moet je ook opletten als Nederland zijnde. Want Games die wil wel lopen, hè? Games is iemand die wil altijd wel lopen. Die is echt niet te beroerd om een pas te gaan bewegen voor je. Oké. Jammaat. Nee, te laat. Oké. Zet je Ramos zit er dan alweer tussen. Dan houdt het alweer op. Juvran. Oh. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Jozef zo met Sergio Ramos. Casillas werkt die bal weg, maar ook niet heel erg goed. Oké. Oké, Games. Games, ja, die ben je kwijt. Die ben je kwijt. Martinez zit er dan tussen. Dit is wel jammer. En Nederland wint met 2-0 van Spanje. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik hoop dat jullie het een leuke wedstrijd vonden. Laat een goed duimpje achter. Vergeet niet te abonneren op Games with Gamers. En dan hoop ik jullie het volgende keer weer te zien. Laters.